Voor de Stan Okkers Classic hebben we stevast afspraak in Borsbeek, de florissante en groene gemeente van Antwerpen. Deze wedstrijd valt samen met de jaarmarkt en staat dus garant voor vele kijklustigen en een waar volksfeest. De muziek en de champagne brengen als opwarming genoeg animo voor de renners die zich voor deze voormalige amateurkoers vrij kunnen inschrijven. Het is de derde keer dat de Stan Okkers Classic als profwedstrijd wordt georganiseerd en vandaag gaan we op zoek naar de opvolger van deze Koen Barbet. De wedstrijd begint traditiegetrouw aan de Watertoren van Borsbeek en vandaar gaat het naar Mazda Garage Schelkens op de Herentalse baan voor de officiële start. Het keerpunt bevindt zich op de Wommelgemse Steenweg om zo terug naar de aankomstlijn op de Hendrikslijn te rijden. In totaal moeten er 18 ronden van 9,5 kilometer worden afgewerkt, goed voor bijna 170 kilometer en dit onder dikke wolkenvelden. Het is Gilbert Wijdoge, de peetvader van deze wedstrijd, die de koers op gang mag vlaggen. Na een snelle eerste ronde nemen drie renners de benen. Het zijn Sven Jots, Kevin Peters en Matthias van Holderbeke. Zij krijgen even later het gezelschap van deze Niels Stoot en Stijn Mortelmans. De vijf leiders houden de tred er goed in. De verstandhouding verloopt opperbest en ze hebben na drie ronden een voorsprong van 40 seconden op het peloton, waar de ene tegenaanval na de andere volgt. Koen Barbet test al snel even de benen in het peloton en hij krijgt Kevin van Staaien mee. Maar het peloton wil de laureaat van 2012 geen vrijgeleide geven en hij wordt terug ingelopen. De voorsprong van de kopgroep bedraagt minder dan een halve minuut en op de langgerekte schanslaan ziet het peloton ze voor zich uitrijden. Matthias van Holderbeek informeert bij onze cameraman even naar hun voorgift. 20 seconden is niet veel en dus hebben Jonathan Breyne, Jeroen Das en de Let Yannis Dakteris beslist om een tegenaanval op te zetten. Zij krijgen later het gezelschap van nog 9 andere renners, waaronder veldrijder Kevin Pauwels. En nog is het niet gedaan, want uit de achtergrond verschijnt ook het Dolcini-Flanders-duo Gorik Gardijn en Darius Jervous. De 33-jarige Gardijn is een oude rot in het vak, maar geen veelwinnaar. Zijn laatste zege dateert immers al van in 2007 in Dentergem. Gardijn neemt vlot over, zijn Litouwse ploegmakker is maar al te blij dat hij het tempo van zijn ploegmaat kan volgen. Bij Jervous barst het, maar breekt het gelukkig niet en de Dolcini-renners kunnen samen aansluiten. De jacht van de nu 14 achtervolgers is in volle gang. Jeroen Das, vorige week nog winnaar in Schoten, zet zich op kop en op het einde van de vierde ronde bedraagt de voorsprong van de vijf koplopers nog slechts 17 seconden. Deze Kevin Pauwels reed niet zijn allerbeste veldritseizoen, maar hij schreef toch 5 wedstrijden en een pak ereplaatsen op zijn naam. Op lange rechte stukken zien de 14 de kopgroep rijden en net voor het begin van de vijfde ronde is de samensmelting vooraan een feit. Dit is Jonathan Breyne van Crelan Newfoni. Breyne is regerend Belgisch kampioen op de baan achter Derny en voormalig Belgisch kampioen tijdrijden bij de Belofte. Vorig jaar was hij dicht bij zijn eerste profzege in de Grote Prijs Criquelion, maar hij strandde op de tweede plaats. De nu 19 koplopers beginnen ronde 5 met een voorsprong van een halve minuut op het peloton, waar alweer een grote groep is weggereden. Ook de winnaar van vorig jaar, Koen Barbet, heeft zijn wagonnetje aangepikt bij deze mannen, net als de man die tweede werd, en dat is deze Steven Kaathoven van Accent Jobs Wanty. De net 32 geworden Kaathoven gaat op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Vorig jaar was hij nog goed voor 3 zeges. In Vremde en na een derde van de wedstrijd komen de achtervolgers vooraan aansluiten bij de 19 leiders. Een opvallende aanwezige vooraan is de Japanner Yu Takenouchi van de ploeg Colba Superanoham. Takenouchi werd 2 dagen geleden nog 8e in de Grote Prijs Criquelion. In het peloton wordt de vrees op een gemiste boot er niet kleiner op en een aantal renners proberen de kloof van 30 seconden te dichten. Een groep van 9, met daarbij Evert Verbiest, Gilles de Villers, Matthias Leukemans en Chef de Wilde, scheurt zich af.
Ook deze Valentijn Lauwers van wielerclub Steeds Vooraan wil zo snel mogelijk bij de kopgroep komen en hij neemt een volgende groepje achtervolgers op sleeptouw. Bij de koplopers ondertussen is ook de familie van Staaien vertegenwoordigd. Voor Ovita Eijsen rijdt deze Kevin van Staaien, de jongere broer van topsportrenner Michael. De negen maken in de zevende ronde de aansluiting met de leiders en daarachter probeert ook een zestal naar de kop te rijden. Op kop van de zes zien we Kevin Kleijs van Crelan Euphony, dan volgt Bart de Schutter van Wielerclub Steeds Vooraan, de Amerikaan Calixto, Stijn Pio van de Deilespurters, Gilles van Horenbeek van DNCS en Jeroen Goudket van Team Rock Werchter. Voor Kevin Pauwels verloopt alles prima. Hij laat zich rustig meedrijven achteraan de immense kopgroep en bekijkt de samensmelting vanuit een zetel. Maar de kop van de wedstrijd bestaat uit te veel renners en zeven renners gaan er halfweg koers vandoor. Bij de zeven hebben we twee duo's. Voor Crelan Euphony hebben we Gregory De Villers en Jonathan Breyne. En voor Dolcini Flanders zijn Matjas van Holderbeke en de Litouwer Andris Smirnovs present. De eenzaten zijn Jeroen Das van Wieler Event, Nicolas Lembrechts van Ilibikes Cycling Team en ook Takenucci is terug van de partij. Hij lijkt de grote prijs Criquelion makkelijk verteerd te hebben. Achter de zeven leiders volgen acht achtervolgers op een halve minuut. Hier komt Kevin Verwaast van Dolcini Flanders op kop, gevolgd door Jelle Kant, de jongere broer van Sanne Kant, onze nationale trots in het veldrijden bij de vrouwen. Ook Gorik Gardijn is terug van de partij, net als Niels Stoot. Matjas Kerkhoffs, Sven Jots, Tom de Feijder en Joren Segers vervolledigen het gezelschap. Terug in Vremde gaat ook Steven Kaathoven in de achtervolging. Hij doet dat samen met Johan Koenen van Team Divardage en Kevin Peters van Crelan Euphony. Die laatste heeft twee man in de kopgroep en heeft dus geen intentie om over te nemen, iets wat Kaathoven maar matig weet te appreciëren. Peters laat zich door de ervaren Kaathoven dan toch overhalen om mee te werken in de jacht op de eerste achtervolgende groep van acht. Het trio sluit aan bij het groepje van Jelle Kant en dit op 43 seconden van de leiders. De inspanningen van Kaathoven en co. krijgen maar weinig loon naar werken, want alweer komt een groepje aansluiten met daarbij Koen Barbé en Kevin Pauwels. Ook onder andere Jelle Mannaerts en Jeff Pelaerts van de Rock Werchter en Jake Tenner van Dolcini Flanders volgen in hun zog en werken goed mee met de twee favorieten. En dat moet ook, want de achterstand van deze groep op de koplopers stijgt nu al boven de minuut. Het zijn vooral deze Koen Barbé en Kevin Pauwels die de forsing voeren en de achterdeur gaat achteraan wagenwijd openstaan. Voor deze Evert Verbiest is het harken geblazen en hij sluit aan bij het ingaan van de 11e ronde. De achterstand is ondertussen opgelopen tot 1 minuut 23. Jelle Kant profiteert van een rustig moment om wat energie bij te tanken. Hij heeft het waarschijnlijk wel iets kouder dan zijn Sanne, die in Frankrijk vertoeft voor de gereputeerde Tour Languedoc-Roussillon. Kant werd gisteren knap 18e en tweede Belgische in de derde etappe. Bij het verlaten van Vremde komen de achtervolgende groepjes terug bij elkaar en dat is gunstig voor de leiders die van de vertwijfeling achter hun profiteren om verder uit te lopen. Deze 20-jarige Matjas Rijmakers van Rock Werchter geldt als een grote belofte en peddelt mee met de achtervolgende groep. Dan nemen we terug een kijkje vooraan waar de samenwerking voortreffelijk is. De aflossingen volgen elkaar goed op en ook de voorsprong gaat in stijgende lijn. Na 12 ronden hebben de zeven 2 minuten voorsprong op de achtervolgende groep.
De renners van Crelan Yufuni dulden geen enkele verslapping en houden het tempo strak. Vooral Jonathan Breyne lijkt wel in de boter te trappen en hij neemt rustig de tijd om de schade bij zijn medevluchters op te meten. Bij de achtervolgende groep is het Verbrokkeling Troef. Een groepje van 12 met daarbij Jelle Kant heeft zich afgescheiden, maar enkele meters verder wordt Koen Barbé samen met nog 4 andere renners door Kevin Peters teruggebracht. Op de Herentalse baan komen deze 2 groepjes vervolgens samen. Naast Koen Barbé en Jelle Kant zitten onder andere ook nog Denis Flauw van Colbas Superanoham en Sven Verkammen van DNCS. Barbé beseft dat er nog heel wat werk moet verricht worden, wil hij zichzelf opvolgen en tankt wat bij. Hij kan op 2 paarden wedden, want vooraan zitten met Grégory De Villers en Jonathan Breyne 2 ploegmaats. Op 4,5 ronde van het einde demareert Jonathan Breyne uit de kopgroep. Hij haalt de premie binnen, maar trekt door zonder omkijken. De 6 achtervolgers bekijken elkaar en houden even de benen stil. Breyne rijdt zo meter per meter weg. Takinucci reageert samen met Smirnovs op de uitval van Breyne en zij maken er een koppeltijdrit van om hem bij de lurven te grabbelen. Maar Breyne is niet voor niets een hardrijder en heeft zich niet zomaar gewonnen. Takinucci en Smirnovs bijten hun tanden stuk op de man uit Menen en ze verliezen zelfs terrein. Hun achterstand op de eenzame leider bedraagt snel 12 seconden. Jonathan Breyne is vertrokken op meer dan 40 kilometer van de aankomst en slechts weinigen houden de voorsprong vast tot aan de finish. Maar de man van Crelan Yufuni krijgt de trappers goed rond en blaast de tegenstand weg. Onder luide aanmoedigingen overschrijdt Breyne voor de 14e keer de aankomst en hij begint aan de laatste 4 ronden. Bij de achtervolgers is Matthias van Holderbeke weggereden. De man van Dolcini volgt op 15 seconden van koploper Breyne. Bij de achtervolgers is het vet van de soep en zij schikken zich in hun lot. Matthias van Holderbeke is bezig aan een man-tegen-man gevecht met Jonathan Breyne en de Gentenaar haalt alles uit de kast om toch maar iets dichter te komen. Breyne heeft de handjes los op het stuur gelegd en gaat in ware Cancellara-stijl richting aankomst. Van Holderbeke ziet hem wel rijden, maar verliest verder terrein. Met nog 3 ronden te gaan hangt hij op 24 seconden. Hij wordt nog de nodige moed ingesproken door zijn ploegleider en gaat terug het gevecht aan. Bij de 22-jarige Breyne komt er geen spatje verval op te zitten en ook hij gaat op zijn elan door. De 2 jaar jongere van Holderbeke ziet hem steeds kleiner en kleiner worden, maar blijft vechten. Ondertussen hebben Takinucci, De Villers en Smirnovs zich ontdaan van Nicolas Lembrechts en Jeroen Das en plots hebben ze de samenwerking teruggevonden. Vooral Takinucci lijkt onuitputbaar en hij is de bedrijvigste van dit gezelschap. Het trio volgt op bijna een minuut van Breyne. Een achtervolgende groep met daarbij Koen Barbé en Steven Kaathoven volgt 50 seconden verder. Jonathan Breyne begint aan de laatste ronde met 40 seconden voorsprong op Matthias van Holderbeke. In de laatste kilometers krijgt Breyne het wat lastiger, maar echt stilvallen doet hij niet. Vanuit de volgwagen krijgt hij nog de laatste pep-talk mee. Ondertussen is de groep Barbé aan een ware opmars begonnen en na Das en Lembrechts wordt nu ook het drietal Takinucci, De Villers en Smirnovs opgeraapt. Enkel van Holderbeke zit nu nog tussen Breyne en de groep Barbé. Jonathan Breyne heeft er met een solo van meer dan 40 kilometer een huzarenstukje op zitten en boekt op indrukwekkende wijze zijn eerste zege bij de profs. Een uitgeputte Breyne valt na de aankomst in de armen van zijn verzorger en ziet Koen Barbé nog net Matthias van Holderbeke remonteren in de sprint.
Velan Juffoni en zeker voor Jonathan Breyne kan het feestje niet op. Ik had echt goede benen vandaag. En ik ging eigenlijk voor de premie. En ik weet niet, ja, ze vielen lekker stil. En ik heb mijn verstand op nul gezet en alles gegeven. En de hoop dat ze niet gingen terugkomen. Nee. Wanneer wist je dat het binnen was? Op 200 meter van de aankomst. Want ze bleven constant op 30 seconden. En ik had echt lastig op het laatste. Dus de laatste 200 meter wist ik wel dat het goed was. Maar Jas van Holderbeke was een lastige klant in de achtervolging, hè? Ja, toch wel. Maar ja, het is niet omdat ze bij een kleinere ploeg zitten dat minder goede renners zijn. Hè. Dus die jongens moet je ook niet onderschatten. Maar ja, ik ben toch heel blij dat ik gewonnen heb. Je bent ook Belgisch kampioen geweest bij de belofte in de tijdrijden in 2010. Waar plaats je deze overwinning dan? Veel hoger. Mijn eerste profoverwinning. Het is echt mooi. Ik kan het eigenlijk echt nog niet geloven. Breyne ontvangt felicitaties van de hele ploeg en in het bijzonder van Koen Barbé, die zijn tweede plaats absoluut niet als een ontgoocheling ziet. Oh nee, ik denk dat we in een goede situatie zaten met de ploeg. En ik heb pas de laatste ronde mijn duivels ontbonden om maximum uit te halen. En ik denk dat dat gelukt is. De tweede plaats was een maximum. En we winnen de koers, we zijn tweede. Ik denk dat we nog dichtere plaats nemen, dus het kan niet beter zijn. In elke Stan Okkers Classic word je ofwel eerste ofwel tweede. Mogen we jou stellen de man van de Stan Okkers Classic noemen? Ja, deze morgen dacht ik nog een tweet te schrijven. Vandaag is Stan Okkers Classic. It's Bekes time. But, ja, ik had het nu niet verwacht. En ik zeg, ga het maar niet schrijven, want de mensen gaan denken die is gek. Maar het is echt wel een koers die me hier ligt. En ieder jaar, ik weet niet, dat is ook precies een beetje dat ik hier terug herbegin na het voorjaar. En vanaf hier begint alles terug te lopen. En ieder jaar heb ik dat gevoel. Na een mooie wedstrijd en een glansprestatie van zichzelf en van zijn team mag Breyne zich een welverdiende winnaar van de Stan Okkers Classic noemen. De top 10 van de grote prijs Stan Okkers kleurt voornamelijk Belgisch. Jonathan Breyne wint solo voor Barbé, die in de sprint de maat neemt van Matthias van Holderbeke. Met Smirnoffs en Verwaast levert Dolcini nog twee extra renners in de top 5. Tom Linton, Evert Verbiest en een hardwerkende Kevin Peters leggen beslag op plaatsen 6, 7 en 8. Verder zien we nog een 9e plaats voor Steven Kaathoven en Denis Flau van Kolba sluit de top 10.